ben Michel van Tricht, kaasmeester uit Antwerpen. We zijn in Nevelen, in Oost-Vlaanderen. We gaan Angelique Dobbels ontmoeten, die de Brasvaar-varkens kweekt. Angelique, het Brasvaar-varken, wat is daar speciaal aan? Enerzijds het ras. Ja? Het is een Durak-varken. Ja? En anderzijds ook de voeding. Het zijn allemaal natuurlijke producten, zoals aardappelpuree, kaaswei, maïs die we zelf telen en als vetbron olijfolie. Zelf olijfolie, ja. 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 Welke specialiteit hebben jullie aan? Ik had iets gehoord van koppa. De koppa is een heel specifiek stukje van het varken, omdat dat zo dooraderd is en dat geeft bijzonder veel smaak. Voilà. Daarna gaan we, eerst gaan we dat dan gaan inzouten. De koppa wordt hier 5 weken gedroogd. 5 weken, ja. Angelique, hebt u de Le Fer Royal geproefd met de koppa? Nee. Het is dus een ideaal aperitief bier. Het heeft 3 verschillende hopsoorten. Het is een bier dat gemaakt is door Charles Noën. Een beetje toetsen van citroen, pampelmoes. Ik zou voorstellen dat we de koppa daar eens bij proeven. Ja. Fijn gekruid, niet overdreven zout, maar toch heel fijn gekruid. Ja. Dit in combinatie met die bitterheid en die frisheid van het bier. Is een perfecte combinatie. Ja.